Hallo mensen en welkom terug bij weer een nieuwe Minecraft custom map hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en vandaag zitten wij inderdaad weer in een horror mapje en dit keer is het The Dark Place. En zoals jullie kunnen zien is het al redelijk donker op de achtergrond bij mij. We staan hier voor een bord, daar staan wat regels, heb ik al gelezen. Er staat hier wat tekst over objectives. Er zijn 12 levers die we moeten vinden en er zijn 3 per zone en er zijn stalkers. En een kort verhaaltje over die stalkers, ze zijn onzichtbaar. Wij gaan dus straks in een huis rondlopen en daar moeten wij gaan kijken of wij levers kunnen vinden zonder dat wij gepakt worden door de stalkers die wij niet kunnen zien. Wat ik een heel interessant concept vind, ja. Ik ben echt zeer benieuwd wat er gaat gebeuren zo meteen. Er was hier nog een knop dat het geluidje afspeelt wanneer ze mij hebben gezien en dat is dit geluid. Juist, ja. Maar in ieder geval, laten wij maar gewoon de press to start drukken. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Oké, your game mode has been updated. Changing game mode to adventure. Changing difficulty to normal. Oh my god. Oh, damn. I think that's the beginning of everything. Oké, main level 1 level... Oké, what? The lands around you light up as you activate levers. You can return here to check your progress. Move cautiously. The stalkers have sensed your presence. Oh, shit. Oké, dus die lichten die gaan aan wanneer ik zo'n lever heb gevonden. Laten wij maar gewoon gaan kijken. Oh my god. En dan moeten wij... Ik vind het nu niet leuk. Oh, dit is al gelijk één gebied. Oké, waar gaan überhaupt die levers zitten? Dat vraag ik me sowieso al af. Is dat een lever? Nee, dat zijn gewoon lantaarn dingen die in de muur zitten. Oh, dit is nu al kut! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, dat is echt niet een leuk geluid. Hoor dat. Oh, ik vind... Oh mijn god. Oh, dat was gelijk als een stalker in de buurt. Voor mij maken die stalkers ook echt een klote geluid. Er zit hier een lever. Dit leek wel op een lever. Nee, dat is geen eens een lever. What the fuck? Oh shit. Ik hoor iets in de buurt. Ah! Oh nee. Hou op. Hou op. Dat is zo niet... Oh, een lever. Yes. Yes. Ik heb een broodje. Oh, dankjewel voor het broodje. En we hebben 1 lever gepoeld. Maar die geluiden vind ik echt niet leuk. Oh mijn god, laat snel wegrennen. Oh shit. Dit is niet leuk, mensen. Je moet zo snel rennen. Kom op, zeg. Doe normaal. Hoeveel überhaupt zijn er van die klote stalkers? Ze hebben Hou op. Oh mijn god, nog een lever gepoeld. Ah! Holy shit, doe normaal. Oh mijn god, wegwezen daar. Oh mijn god. Oh, we werden gehit als een klote ding. Oké, we eten maar snel een broodie. En we rennen hier gewoon verder. We hebben al een paar van die levers aangezet. Oh, dit is toch best wel op een bepaalde manier echt eng. En dat is niet leuk. En zo is dit ook. Zo'n gang. Als je hier zo'n monster tegenkomt, ben je gewoon echt dood. We hebben in ieder geval hier in dit enge kamertje ook een lever. Kijk eens aan. Oh, dat is een houtkachel die ik hoor. Hoor dat. Damn! Dat klinkt echt als een nare houtkachel. Oké, ik weet niet hoe veilig we zijn. We rennen wel gewoon hier langs. In de hoop dat er niet zo'n ding voor ons komt. Ren gewoon! Oeh! Ah! Oh nee, dat bedoel ik! Man! Man, hou op zeg! Dit is zo... Dit is niet leuk! Oh mijn god, het is zo fucking eng gemaakt op een of andere manier. Ik weet niet. Oh, what the fuck is dat? Oh, dit is cobweb. Oh, die ketting moeten we nu dus niet eens aanraken. Oké. En, oh my god. Misschien hoe donker het hier is. Hello? Oh, liever. Yes. Thank you. Thank you, my... Oh shit, er is weer iets in de buurt. Er is weer iets in de buurt van achter mij, ja. Oh, wat... Dit is zo knap gemaakt op een of andere manier. Gewoon een zombie in een mappie pleuren, onzichtbaar. En dan misschien een beetje de AI proberen te veranderen met command blocks. En dan is gewoon showen. Kijken of je levers kan vinden. En af en toe schrik je omdat je geslagen wordt. Oh, dit is niet leuk. Oh, doe normaal. Doe normaal, doe normaal, doe normaal. Oh, ren. Oh, dat... Au, hou op. Oh nee, hij is weg voor mij. Voor mij is hij gedood. Voor mij is dat ding niet meer achter ons aan. En waarom is dit een hele vage buizenroute of zo? Wat is dit ooit? Moet je zien... Oh!
Yes, we hebben alle levers in de factory. Snel wegwezen hier. Oh jongens, we gaan wel hard hoor. We gaan echt lekker. Alleen vind ik het nog steeds niet leuk met wat achter ons aan zit. Nee, het maakt niet het leven wat makkelijker om het zomaar te zeggen. Oh, we gaan nu wel een nieuw gebied in. Dit ziet eruit als een ziekenhuis of zo. Allemaal van die nare gangetjes. Ja, wat naar. Hier ook. Dit ziet er... Oh, daar is er één. Yes, en oh shit. Oh shit, we zitten hier opgesloten. Oh, waar is hij? Waar is hij? Wegwezen hier. Gewoon rennen. Oh, hoor hem ook. Hoor hem naar zijn. Hoor hem boos zijn. Hij denkt van, ik moet jou hebben, alleen ik kan niet rennen, want waarschijnlijk weten ze niet hoe dat moet. Misschien zitten ze ook wel in een rol. Ah, Jezus. Oh, waarom schrik je daarvan? Dat is gewoon zo dom. Jezus. Dat is zo dom. Oh mijn god, man. Kijk, hier ook eentje. Yes, we hebben ze ook hier alle drie. We gaan wel echt hard hoor. En check dit dan. Dikke martelkamer. Holy damn. Oké. Okay. En oh, ze zit hier weer eentje in de buurt of niet? Volgens mij wel. Ik ga in ieder geval kijken of ik even het midden kan zoeken. Want we hebben al behoorlijk wat van die levertjes aangeraakt. Dan weten we ook gelijk in welke zone wij moeten zijn voor nieuwe dingetjes. Dus laten we dat maar even doen. Het midden was voor mij hier ergens naartoe, toch? En dan hier rechts. En dan gingen we hier zo meteen links. En dan hoop ik niet dat we er zijn. Oh, waar de fuck is het midden? Ik wil gewoon weer even die plaats zoeken met al die levertjes. Dit ziet er niet naar uit. Daar... Ah! Oh mijn god, man. Daar loopt zo'n stalker. Oh mijn god, watch here, you step. Ja, ik kijk al waar ik loop, man. Maar dat is toch moeilijk als die dingen onzichtbaar zijn. Dit is echt een best wel goed mappie. Ah! Nee! Oh, doe normaal. Doe normaal, doe normaal. Nee, 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 nee. Oh, daar zit dus weer zo'n klote ding. Oh, hier is nog een lever. Yeah! Kijk eens aan, jongens. We komen er wel. Factory lever weer gepoeld. We gaan wel hard, hoor. We gaan echt hard. En hier is het midden. Hoeveel heb ik er al? Oh, ik moet er nog maar 2, man. Ik moet nog maar 2... Oh, de factory levers moet ik nog poelen. 2. Oké, en dat gaat gebeuren, jongens. Ik heb er vertrouwen in. We moeten dus in de factory moeten nog 2 van die levers poelen. Maar waar, oh waar... Gaan die klote levers zitten? Dat is echt toch wel even een vraag die we onszelf hier moeten stellen. En misschien hier ergens? Oh my... Ja, hier gaat er zo... Au! Au, au. Oh ja, kijk! Yes! Oh nee, hou op! Ga niet zo dicht achter mij zitten. Denk je dat ik dat grappig vind, man? Hier... Ah! Nee, 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 nee. Oh. Hij zit hier ergens beneden, maar ze kunnen geen trap klimmen. Dus we gaan die parcours... Oeh, nee! Ik zit zo dicht bij hem. Dit is zo dom. Hier, ga aan de kant. Ga aan de kant. Klimmen. Oh, dankjewel. Oké. Okay. En dan spring. En dan gaan we hier langs. En dan... spring. Oh, dit is ook nog ziek parcours ook, hoor. Waarom moet hij nou weer parcours in zo'n map doen? Het is een horrormap. Dat is geen parcoursmap. Kom op, zeg. Hier. Oké, okay, waar moeten we nu heen? Daarop of... Daarop. Waar moeten we daarheen? Oké. Okay. Nee! Ik val weer! En dat ding loopt hier nog steeds in het gat. En er is hier geen andere gang waar ik doorheen kan, of wel? Nee, kijk, we moeten dat parcours... Oh mijn god, we moeten serieus hier parcouren. Waar moeten we dan... Oh, nee, dit gaat zo lang duren met mij, hè? Oh, wow, ik heb het gehaald. Yeah, oké, okay, ik dacht even dat het iets moeilijker... Ah, no, hou op! Jeetje, man, dat zijn zulke kleine, simpele jumpscares, maar ik schiet me er helemaal door, joh. Dat is echt niet grappig. We hebben in ieder geval nog 1 lever nodig en ik hoop dat we hem snel gaan vinden in het factory gedeelte, ja. Want dan zijn wij er vanaf, jongens, dan hebben we dit mapje al gedaan. Terwijl ik ben best wel vaak geschrokken volgens mij ook. Oh, nou is zo niet leuk. Oké, okay, nou ja. Ik denk dat we hier nog naartoe moeten voor de laatste lever. Waarschijnlijk ergens in zo'n kamer. Of hier dit. Dit is best wel een potentiële leverkamer, toch? Ja, dat ziet eruit als een kamer waar ze een lever zouden plaatsen. Dus als ik hem snel kan vinden, dan zijn we er vanaf, weet je. Kom op, gun me alsjeblieft die laatste lever. Ik wil hem gewoon vinden. Dan hebben wij het mappie gehaald. En dan kan ik zeggen van, kijk, ik ben heel goed in horrormappen. Want dan heb ik het behoorlijk snel gefixt. Maar helaas vind ik hem niet. Oh, oh nee. Oprotte jij. Klote ding. Holy damn, allemaal hoela zeg. Ze zitten mij wel echt op de stuipen op het lijf te jagen, hoor. Of hoe dat ook maar zegt. Dat gezegd, ik weet niet of jullie het kennen. De stuipen op het lijf. De japapa of zo, weet ik veel. Maar voor mij... Ah, nee! Hou op! Hou op! Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ik moet nog 1 liever. Hier zit hij. Ja! Yes! Oh my god! Oui!
Yes! Kijk eens aan! Game complete bij David en Konel en Dr. Blues! Oh mijn god, game mode 1. Ik ben zeer benieuwd, game mode 1. Oh my god, check dat! Dit is de map, jongens. Het is een heel simpel mappie, maar toch wel fucking gruwelijk. Waarom heeft hij trouwens hier een hele grote pilaar neergezet? Voor mij zijn dat spawnpoints van die klote beesten. Check al die command blocks! What the... Oh, dat is zeker... Oh ja, dat is als je spant. Ik snap hem al. Zie, dan word je daar naartoe geteleporteerd. Maar oh mijn god, dit mapje was best wel vetjes gemaakt. Een heel simpel concept, maar ik vond hem wel echt vet. Ja, ik heb er in ieder geval zeker weten van genoten. Check dat gewoon dan hier. Hier hebben wij gewoon doorheen moeten lopen voor een paar klote lievers. Zo zeg, jeetje. In ieder geval, dit was de map met de onzichtbare mannen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik vond het een leuk mapje, ja. Laten we maar op blauw duimpje hoog drukken. Jullie halen steeds echt 1500 op deze serie / custom maps. Super awesome vind ik dat. Abonneer hier beneden als je nog niet hebt gedaan. Laat een reactie achter hier beneden als je nog niet hebt gedaan. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is doei mensen!